Sugar stamp op marshmallows, door bakmutsen en zo. Wat heeft u nodig? We beginnen met kolenmelts van Rainbow Dust. Dit zijn de paarse, maar u heeft natuurlijk de witte nodig. Marshmallows en de sugar stamp vellen. U pakt een marshmallow. U doopt deze in de gesmolten kolenmelts. En u plaatst hem op het sugar stamp vel. U kunt ervoor kiezen om het vel heel te laten of per afbeelding uit te knippen, zodat u zeker weet dat de kolenmelts de anderen niet raken. Als u klaar bent, laat u het ongeveer 10 tot 15 minuten drogen of tot de kolenmelts helemaal hard zijn. Vervolgens kunt u zich heel gemakkelijk van het sugar stamp vel halen. En zoals u ziet staat de afbeelding nu onderop uw marshmallow. Dus weer een hele nieuwe toepassing van het sugar stamp vel. Wij wensen u heel veel bakplezier. Dit filmpje is mogelijk gemaakt door Bakmuts en zo.